Zo open en er zit een haakje aan om ze op te hangen uiteindelijk in de kerstboom of ergens anders in huis als je maar wil. We hebben weer een aantal accessoires, fournituren, ik weet niet hoe je dat noemt, brilletjes, frutsels, decoraties. Decoraties. Sneeuw, balletjes, sterretjes. Oh, het belangrijkste. De glitterdoos! Oh, ik dacht dat het ligt bij de glitter, maar laat het daar liggen. Dit is wat dan? Dit zijn hele schattige babyglitters. Maar dit zit ook in vormpjes. Ja. Oh, dit is dit lijkt wel kaviaar. Nou goed, laten we beginnen. Denk ik. Ik wist dat je veel glitter had, maar ik wist niet dat je een hele schoenendoos vol had. Oh, oeps. Heb ik echt een probleem. Dus, heb jij al een plan? Dat we dus meerdere kerstbomen in huis hebben, dacht ik, doe voor eentje voor de ene kerstboom en eentje voor de andere kerstboom. Die in mijn slaapkamer is natuurlijk wat kleiner, dus ik dacht, die kleine, die ga ik daarvoor doen. Ik denk dat dit oprecht dan ook de grootste bal is die daarin hangt. Dus deze gaat in de grote... Ja, dus jij gaat een soort van centerpiece ballen maken voor allebei die kerstbomen. Ja. Maar heb je al een kleurenpalet ook in de gedachten? Ja, want ik weet, in mijn kerstboom is wit met gekleurde lichtjes. De kerstboom in huis, daar hebben we toevallig, was jij ook bij, kerstballen voor gekocht, een nieuwe. Goud met groen. En dat zijn toevallig deze kleurtjes. Dus ik denk... Misschien kan ik er nog wat mee. Well, I don't have limits. Ja. Want de kerstboom die ziet er leuk uit, vind ik zelf. Maar dat is van alles wat. Maakt niet uit. We doen niet aan één patroons thema iets. Dus ik ga gewoon kijken waar de creativiteit mee in. Print de lijm in en ze doet gewoon. En dan is het echt. Ja, ik denk het wel. Eigenlijk, maar ik wil dan meer. Ik vind het heel simpel om hier alleen glitter in te doen. Dus ik ga nog iets aan de buitenkant doen. Misschien met deze balletjes of zo. Okay. Ik denk wel dat ik ze een duo maak. Althans, ja, niet nog precies hetzelfde, maar wel bij elkaar. Maar je hebt toch niets in je kerstboom wat hetzelfde is? Dus dat is dan ook al. Nee, ja, precies. Maar ik dacht, als thema dan oogjes op. Ik denk, ja, ze moeten gevoel krijgen. Oh, je dacht lekker crazy. Ja, zo ben ik. Dus let's go. Ja. Oogjes, deze zijn wel heel klein. Ja, dat is wel heel cute, maar... Wow, dit wordt lastig om dit te... Maar droogt dit droogt doorzichtig op, hè? Ja. Ik zit te twijfelen. Ga ik één helft met glitter doen? Dat... Ja, het is toch echt... Ik kan je niet helpen in die keuze. Want wat ik ook ga zeggen, je gaat toch doen wat je zelf wil. Dat is zeker waar. Want kijk, ik vind die balletjes wel heel leuk. Maar als je dat hier in die bal doet, dan gaat het allemaal naar beneden. En dan is het effect alleen leuk als je even zo doet en dan... Ja, of je moet even iets bedenken waardoor dat niet zo is. Dus ik ga dit erin doen, dan doe ik hem dicht en dan ga ik schudden, toch? Ik denk dat dat wel verstandig is. Goed vasthouden. Ja. Oh! Oh my. Dit is wel mooi, maar het is zo simpel. We don't do simple. Oh, I do. Oh, dit gaat wel een paar lagen worden. Ondertussen kan ik wel eens aan de volgende beginnen. Oh, ik wil eigenlijk een mix van glitter, maar dat doe ik wel hierin. Ik heb wel vervelende verpakkingen om elke keer weer open te doen. Die glitterdingen? Ja. Ja, maar je mag geen verpakking meer kijken. Nee, dat is waar. Oké, dit werkt dus niet als ik wil. Oh ja. Oh. Nee, ik wil hem dus in het midden. Ja. Ik moet even nadenken hoe ik dit wil. Oh, dat wordt ook meer. Dat is een lage. Het plakt niet meer. Oh, dit is geen kleine glitter gemaakt. Het is te weinig glitter, ja. Oh, oké, okay. Meer glitter, dit. Kijk hoe schattig dit is. Heel cute. Heel cute. Ik ga dit wel op een of andere manier. Misschien moet je ook nog van die rode besjes of zo erbij doen. Ja, dat is
Deze dingetjes. Nee, maar dat klopt niet met de boom. Oh, wat ik wel kan doen, is een wit veertje erachter. Dat is misschien wel leuk. Kijk dan, dit ziet er toch leuk uit. Oh, dit is heel cute. Oh, dit is wel rot, want die had er gewoon daarheen moeten gewikkeld worden. Het was niet meer nat. Oh. Op de plekken. Waar het moest. Ja. Nou, deze veer. Dus het lijkt wel dat die kip net geslacht is. Oh, dit is heel lelijk. Nee. Ja, dat is van mij ook. Dit ga ik toch losser over omheen doen, want het zit er niet... Het is heel diver. Het lijkt ook alsof die buisjes aan het leeg gaan. Een eindige glitter. Dat zou echt fijn zijn. Zou je heel erg blij mee maken? Ja. Of zou het je meer stressen van, oh, dat gaat nooit op? Nee, want het mag niet ook gaan. Daarom kom ik ook elke keer weer bij. Bloed. Oh. Heel veel. Oh, het ijzerdraad schoot echt zo erin. Mijn bloed activeert mij. Nee, dat staat helemaal verpest. Heb je alles voor niks gedaan? Ja. Wow, dit is leuk hoor. Maar ja, wat moet er nog meer? Lastig. Ik ga denk dit allemaal op de buitenkant. Ik ben nu gewoon heel random dit aan het doen. En ik hoop dat het blijft zitten. Maar hou je de rest van die bal dan doorzichtig? Wel mijn plan, want je zag het toch niet erdoorheen, dacht ik. Maar misschien dat ik later nog terugkom op dat. Dat is wel het fijne, dat je dus de hele tijd bezig kan zijn. Je moet hem niet dicht hebben voordat je de buitenkant gaat doen. Ik heb nu 2 lagen van dat spul gedaan, maar er moet nog wel een derde op. Maar ik weet niet of dit gaat lukken, want het wordt nu steeds lastiger. Het lijkt ook een beetje een soort van kleurrijk gezwel, dit nu. Misschien moet ik het zo laten en dan wel de binnenkant glitter. Of dat andere binnen je hebt. Ik ben nog even niet uit over kleurrijk gezwel. Bij de dokter. Ja, mevrouw, wie heeft een gezwel? Ja, wat voor gezwel? Ja, een kleurrijk gezwel. Ondertussen heb ik nog steeds bedenken hoe ik dit opgehangen. Oh ja. Ik denk toch dat dit met mijn pistool moet. Oké, okay, verder met mijn gezelletje. Je hebt natuurlijk ook gouden glitter. Ja. Heb je ook witte glitter? Ja. Als die. Oeh, dit is ook al, die vangst ook echt leuk. Ja. Normaal wordt dit. Maar er zijn ook zoveel verschillende soorten glitter. Dat is ook niet normaal. Ik ga echt iets gevaarlijks. Oh ja? Nou, ik moet dus nu, wat ik nu wil doen, dan moet ik hem dus altijd wel echt precies goed recht hebben. Dus als ik hem dan niet recht heb, dan ziet het er niet uit. Ik denk dat je dit wel cool vindt, dat ik ga doen. Oké, okay, ben benieuwd. Ik hoop dat het lukt. Ik weet niet, ik vind het wel zo leuk dat het niet overal zit. Dit is wel cool, ja. Ik zit nog even te denken, ga ik die andere net zo doen of niet? Dat is het enige nadeel met glitter, het gaat wel gelijk overal zitten. Is dat nog niet al klaar, hè? Nee, gelukkig. Ik denk dat ik deze binnenkant met het glitter dat spel doe. Dan moet ik eerst die weer eerst. Dat is helemaal operatie dit. Je loopt weer even vast. Ik wil je graag helpen, maar ik weet even niet met wat. Ja, ik weet het ook niet. Ik had eventjes moeten wachten, want er zit allemaal glitter aan de klas nu. Nou, dit gaat goed, zeg. Dat voor mij gaat ook niet echt super. Volgens mij is dit heel droog. Dit glitter heeft ze meer afgehaald nu dan dat er op is. Dat is wel heel knap. Dat is wel moeilijk ook om een kerstbal te maken. Of doe je het in een fabriek of zo? Ja, ik weet dus niet. Het is natuurlijk glas, hè? Het is deze niet. Maar zou echt een kerstbal per kerstbal geblazen worden, is mijn vraag. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het zo is. Het is toch onbegonnen werk. Weet je dat dat vroeger zelfs oké. Maar... En dat dat nu nog steeds over. Ja, vast wel. Maar daar betaal je ook veel meer voor. Ja, maar... Voor die bij je grote winkel komt. Ja, maar die zijn ook meestal van plastic zo. Dus dan is dat er niet. Ja, dan sowieso niet. Maar als het wel van glas is, dan kan ik me niet voorstellen dat het allemaal zelf geblazen is. Nee, toch? Nee, die zit jij op mij te wachten? Of? Nee, ik zit op mijn creatieve proces te wachten. Oh. Nou, ik denk dat ik deze wel inmiddels in elkaar kan gaan zetten. Ik denk dat het voor mij wel een tijd is om dit te doen. Ja, dat denk ik ook wel. Ik heb dus een beetje een dilemma. Uh-oh. Wat ik had dus bedacht, dat ik dit zou doen. Ja. Om die streep te verbergen. En dan dit. Zo een beetje verspreid. Ja. Oh. Maar toen zag ik ineens dit. En dit. Je kan het een beetje plat duwen en dit ziet er ook wel heel tof uit. Mm-hmm. Maar dan is dit weer een beetje te.
Ja, dus dan is de vraag, wil je heel graag die rand verbergen? Ja, maar misschien kan ik dat dan misschien beter met een tapeje doen dat deze kleur heeft. Oh, dat is slim. Dat is misschien mooier. Oké, het moet gewoon langer drogen dan dat ik geduld voor heb eigenlijk. Het drogen duurt allemaal wel lang, hè? Moet je wel incalculeren als je dit gaat doen. Ik ga ondertussen proberen die ook zo op te plakken. Dat is de centerpiece en daar ga ik even kijken wat er nog meer nodig is. Oh ja, want jij was begonnen met je idee, begon eigenlijk vanuit die oogjes, toch? Ja, ze moesten gevoel krijgen. Maar dit oog wil niet echt meewerken. Oh. Maar ja, heb je wel eens een oog gezien dat meewerkt? Wacht even, er zit helemaal geen plaklaagje op. Jawel. Oh my god. Het zijn echt, je maakt echt ballen voor in jouw boom. Ik zie het gewoon. Ja toch, dat moet dus ook. Ik denk dus dat ik een beetje door heb met het lijmpje stofwerk, uiteindelijk. Zo, dat heeft wel lang geduurd. Ja. Ik denk dat ik toch eerst het tapeje open moet doen. Want dan weet ik waar dat tapeje moet zitten. Dat is heel slim. Dit is lastig, dit moet helemaal recht. Oh, ja. Dat is echt flauw. Kijk, dit is een stukje uit dat tapeje. Misschien moet ik een keer wat gaan doen aan die ene. Ik denk dat ik gewoon hetzelfde ga doen eigenlijk. Zo, dit is moeilijk. Zo, al die sterretjes. Ben ik wel een beetje aan het vermoorden. Maar een ster is toch altijd... Als je een ster ziet, is die al dood, hè? Niet altijd, toch? Jawel, daar komt het licht van. Een ster is iets wat ontploft is. En die ontploffing veroorzaakt het licht. En dat zie je. En terwijl wij het zien, is het eigenlijk al lang weg. Omdat het zoveel vertraging heeft. Of ik doe dit precies andersom. Dus de ogen eigenlijk aan deze kant. Dat is wel leuker. Doe het toch even nog net anders, hè? Ja. Ten hiervan? Oh my god, het is 3D. Ja, hè? Oh ja, dit maakt het helemaal op. Deze kerstbal ga ik echt wel waarderen omdat ik heel oud ben. Dit wordt de kerstbal die in mijn familie van generatie tot generatie wordt overgedaan. Wauw. Maar ik ben het wel met je eens, want als mijn kinderen dit niet gebruiken, dan... Dan worden ze onterfd. Ja. Hoe ging het kerstboom halen bij jou eigenlijk? Nou ja, dat ging op zich wel soepel in de zin van... Vorig jaar was het ook gelukt. In mijn kleine autootje. Oh. Dus dit jaar moest het weer lukken in mijn kleine autootje. Wel fijn dat het autootje het ook nog steeds doet. Ja. Vraag me niet hoe dat dit nog doet hoor. Eerlijk. Ik vind het wel echt leuk wat ik aan het doen ben. Nou, dat is fijn, want zagrijnig pret waar je ook blij van. Ik denk dat ik als vrouwentouwtje nog wat van deze ga doen. Jij kwam ook met het idee om er twee te maken, hè? Ja, joh, eentje zo... Eén. Ja, dan mag maar één idee hebben, weet je wel. Niet dat ik nu twee hele verschillende ideeën heb. Wat een verschillende Maar ja. You've been hurt, you've been a cry. You better not stop. I'm telling you why. That's not. Maar die ene kant is nu heel saai eigenlijk, hè? Ik moet een mondje maken. Oeh. Oh. Ik heb glitterpapier. En ik dacht, ik knip er mondjes uit. Maar ik moet even bedenken wat mondje ik wil. Ja, het ligt daar wel een emotie om wil geven. Ja, of zo. Wibbel. Een beetje ziek is. Of gewoon. Is er streepje op. Geef hem tandjes. Geef hem zoveel tandjes. Nee, ik ga het ook één. Zie je, je moet gewoon bij jou moet je gewoon allemaal dingen opnoemen en dan zeg je allemaal nee, nee, nee. En dan weet je uiteindelijk wat je wel hebt. Zo werkt het inderdaad wel. Ik kan zo de handleiding schrijven van jou. Is ze zagrijnig? Geef haar eten. Ja, dat ze gaat slapen, ga een film kijken. Ik ben daar wel tevreden over deze. Ja, deze is wel eventjes klaar. Dan moet ik hier nog gewoon mee verder. Oh! Oh! Kijk, dit. En dan. Zo. Misschien dat ik hem ook wangetjes ga geven. Een blauwe wangetjes. Ja, maar kijk even, dit wordt echt mooi. Dit is echt een meesterwerk. Ik zou het niet als een werk moeten doen, want dan zou het een... Of een heel laag uurloon zijn of een hele dure kerstbal. Lijkt me ook wel geniaal dat je al die crazy kerstballen mag bedenken hoor. Doe een krokodil met een tutu aan. En veertje bovenop zo. Lijkt amazing toch? Ik zou er best wel willen doen eigenlijk. Ik kan net zeggen. Nou.
Ben je even niet trots op mij? Wat zal ik in de binnenkant doen? Oh! Ik weet het. Palletjes? Ja. Oh, mag ik van die glitter van die sneeuwvlokjes lijken? Nee. Oh, ik zit helemaal... Hoezo heb jij geen glitters op je handen? Ook zeg, ik heb helemaal geen glitters. Misschien ja, je hebt de bogen. Nee, ook niet. Ook wel op je tand. Nou goed, nee. De ballen zijn klaar. We moeten ze even laten drogen. Ja. En dan gaan we ze in de kerstboom hangen. Ja, dat zie je in een volgende video. Niet morgen, want morgen gaan we koekjes bakken. Oh, lekker zin in. Ja. Wat voor koekjes? Kerstkoekjes. Oh. Maar als je echt wel weet hoe het eruit ziet, het gaat er super tof uitzien. Denk ik, of het mislukt helemaal. En als je nou ook zo'n leuke kerstbal als wij gaat maken, laat het ons weten. En wie weet delen we jouw creatie wel in onze Insta-stories. We zien je morgen weer. Tot morgen! Doei! Doei. Hey, leuk dat je de video hebt afgekeken. Ja. Like even de video alsjeblieft. Subscribe ook op onze kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Ja, dat is lastig. Ja, precies. Ja. En volg ons vooral op Instagram, want... Daar zijn we super actief. Daar kun je ons gewoon bereiken. En als je dan op de hoogte wilt blijven van alle nieuwe dingetjes, dan moet je daar weer zijn. Zeker. En we gaan je heel veel vragen stellen deze maand. Heel veel dingetjes waarin je mee kan doen. Lekker interactief. Oh, love it. Ja, let's go. Doei. Oh. Tot morgen. Oh ja. Tot morgen.